Dit filmpje gaat over de tweede leidende vraag van de historische context steden en burgers in de Lage Landen in de periode 1050-1700. De tweede vraag luidt: welke invloed hadden de sociaal-economische en politieke ontwikkelingen op de positie van de stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten in de periode 1302 tot 1602? In het filmpje over de eerste leidende vraag heb je gehoord hoe er in de tweede helft van de middeleeuwen opnieuw steden ontstonden en hoe de stadsbewoners steeds zelfstandiger en machtiger werden. De nieuwe macht van de stedelijke burgerij kwam ook tot uiting in haar levensstijl. Mensen die rijk en machtig zijn willen over het algemeen graag dat iedereen ook kan zien dat zij een belangrijke positie hebben en gaan daarom bijvoorbeeld maatschappelijke taken vervullen. Op de eerste plaats namen de stedelijke burgers gebruiken van de adel over op het gebied van bijvoorbeeld kleding of etiketten. Hun rijkdom zorgde er bovendien voor dat zij een aantrekkelijke huwelijkspartij werden en ondanks hun gebrek aan blauw bloed vonden er daarom langzaamaan ook huwelijken plaats tussen bijvoorbeeld rijke patriciërs en adellijke dames. Deze rijke machtige bovenlaag van de bevolking nam ook maatschappelijke taken op zich die tot voor die tijd vaak vervuld waren door de geestelijkheid. Ze richtten bijvoorbeeld armenhuizen op, bemoeiden zich met de zorg voor zieken en speelden een rol in het onderwijs. De rol die deze stadsbestuurders op zich namen was geïnspireerd op het politieke idee dat zij ontwikkelden over de zorg voor het algemeen welzijn van de stadsburgers. Dit idee wordt de bonum commune genoemd en hield in dat er bepaalde ideeën waren over hoe de samenleving zo georganiseerd moest worden dat iedereen op een prettige manier kon leven. Deze ideeën kwamen onder andere tot uiting in het ontwikkelen van een systeem van rechtspraak waarin iedereen die zich niet aan de regels hield gestraft kon worden en in het bouwen van openbare gebouwen die de stad voor iedereen tot een betere plek maakten. Deze zelfbewuste stadsbewoners gingen ook op een andere manier naar het geloof kijken. Zij kregen meer behoefte aan een individuele geloofsbeleving waarin de geestelijkheid een kleinere rol speelde. Dit kreeg met name vorm in het zelflezen van religieuze teksten in plaats van alles van geestelijken aan te moeten nemen. In steden als Deventer en Kampen werden in deze periode veel religieuze teksten voor het eerst in de volkstaal vertaald en zij werden op grote schaal gelezen door leken, gewone burgers dus. De beweging die het zelflezen van teksten in de volkstaal en individuele vroomheid nastreefde, wordt de moderne devotie genoemd. De geestelijkheid zelf speelde ook in op deze nieuwe stroming in het geloof en sloot daarbij aan door onder andere begijnhoven op te richten. Een begijnhof is een hofje met kleine huisjes waarin vrouwen wonen die weliswaar geen non zijn, maar wel een diep religieus leven leiden. Zij woonden daar onder toezicht van een priester en hielden zich nauwgezet en intensief bezig met hun geloof. In dezelfde periode zijn ook de bedelorden ontstaan, als nieuwe stroming binnen de kloosterordes. Deze bijvoorbeeld Dominicanen of Augustijnen monniken streefden in de navolging van Jezus zelf een sober en eenvoudig leven na en leefden daarom in armoede in de steden waar zij afhankelijk waren van wat ze bij elkaar konden bedelen. In de loop van de 15e eeuw kreeg de zelfbewuste en relatief onafhankelijke stedelijke burgerij in de Lage Landen te maken met pogingen van de landsvorsten om het bestuur weer meer naar zichzelf toe te trekken. Zij deden aan staatsvorming, het verkrijgen van een aaneengesloten grondgebied met duidelijke grenzen en een eigen bestuursstructuur, en aan centralisatie, waarmee bedoeld wordt dat zij zoveel mogelijk wilden regeren vanuit één bestuurscentrum en dat het liefste ook nog zoveel mogelijk op precies dezelfde manier en door één iemand. Hoewel staatsvorming en centralisatie een Europees verschijnsel waren, waren het in de Lage Landen vooral de Bourgondiërs die aan staatsvorming en centralisatie deden. In de 14e en 15e eeuw wisten opeenvolgende hertogen van het hertogdom Bourgondië in Frankrijk steeds meer gebieden in de Lage Landen onder hun bestuur te krijgen door middel van huwelijkspolitiek, veroveringen en aankopen. In deze gebieden gingen zij een centralisatiepolitiek voeren. Ze richtten bijvoorbeeld één hoofdstad op voor hun gebied in Brugge en richtten de Staten-Generaal op als overlegorgaan voor vertegenwoordigers van alle gewesten. Als naar centralisatie strevende vorsten wilden zij niet meer, zoals de gewoonte was geweest, naar alle gewesten in hun rijk moeten reizen om daar met individuele steden en gewesten specifieke afspraken te maken, maar verwachten zij dat de vertegenwoordigers van die gebieden nu naar hen toe zouden komen om gezamenlijke afspraken te maken in de Staten-Generaal. Ook stelden de Bourgondische hertogen in elk gewest een plaatsvervanger in, die hen in hun naam regeerde en de naam stadhouder kreeg. Deze centralisatiepolitiek botste met de van oudsher zelfstandige steden in de Lage Landen. Zij waren er zeer ontevreden over dat het streven van de Bourgondiërs naar uniforme regels voor het hele Rijk en zoveel mogelijk macht in de handen van de vorst ten koste ging van hun eigen al langer bestaande rechten, vrijheden en privileges.
Toen de Nederlanden na de Bourgondische tijd via overerving in handen van de Habsburgse vorsten kwamen, werd het daar niet beter op. Keizer Karel V en zijn zoon koning Philips II werden achtereenvolgens heer van de Nederlanden en zij zetten de centralisatiepolitiek van de Bourgondiërs fanatiek voort. Ze verplaatsten de hoofdstad van het Rijk naar Den Haag en voerden daar onder andere de zogenaamde collaterale raden in, die bedoeld waren om de vorst op een centrale plek bij te staan met onder andere raad en administratieve zaken. De centralisatiepolitiek werd door deze Habsburgse vorsten bovendien nu ook toegepast op de godsdienst. Zij leefden in de tijd van de Reformatie, de splitsing in de christelijke kerk tussen de katholieken en de protestanten. En voor een vorst die een gecentraliseerde staat op wilde bouwen, was het ondenkbaar dat er meerdere geloven in één rijk zouden kunnen bestaan. De gedachte was dat dat alleen maar chaos en verdeeldheid op zou leveren. Deze katholieke vorsten gingen anders denkenden, zoals de Calvinisten en Lutheranen, die inmiddels in veel Nederlandse steden aanwezig waren, streng vervolgen met zogenaamde ketterplakaten. Deze plakaten waren uitgebreide wetten en aansporingen om iedereen die er ook maar van verdacht werd geen goede katholiek te zijn aan te brengen bij de kerkelijke rechtbank, de Inquisitie, en deze te veroordelen. Deze veroordelingen leidden maar al te vaak tot de brandstapel en gingen vaak gepaard met afschuwelijke martelingen, wat tot veel onvrede in de samenleving leidde. Iedereen leefde voortdurend in angst mogelijk onterecht aangegeven te kunnen worden bij de Inquisitie en dus raakten deze maatregelen vrijwel de hele bevolking. De onvrede over zowel de politieke consequenties van de centralisatiepolitiek als de kettervervolgingen leidde in 1566 tot een uitbarsting van woede, waarbij in de hele Nederlanden kerken en kloosters bestormd en vernield werden. Deze gebeurtenis noemen we de beeldenstorming. Koning Philips II reageerde erop door de hertog van Alva naar Nederlanden te sturen. Deze Alva had een reputatie als ijzervreter en veel van de betrokkenen bij de beeldenstorm, waaronder Willem van Oranje, ontvluchtten daarom het land toen zij vernamen dat hij eraan zou komen. Willem van Oranje liet het er echter niet bij zitten en verzamelde samen met zijn broers in Duitsland een leger waarmee hij in 1568 de Spaanse soldaten van Alva en Philips II aanviel. Deze invallen vormen het begin van een opstand of oorlog die 80 jaar zou duren en waarin de Nederlanders vochten voor zelfbestuur. De strijd die uitgevochten werd tijdens deze opstand was in de praktijk vooral een strijd tegen de steden. De steden hadden namelijk allemaal een eigen bestuur dat partij koos voor de opstand of trouw bleef aan de Spaanse koning Philips II. Steden die de kant van de opstandelingen kozen werden uiteraard hevig belegerd door de Spaanse soldaten en dat geeft ook gelijk het karakter van de militaire handelingen in deze oorlog weer. In het platte landschap van de Lage Landen vormden steden met stadsmuren en verdedigingsbolwerken eromheen de voornaamste vorm van verdediging. Deze strijd werd in hoofdzaak dus niet uitgevochten door twee legers die tegenover elkaar op een veld stonden, maar door belegeringen van steden die erop gericht waren een stad uit te hongeren totdat deze zich overgaf. Het gevecht van de Nederlanders tegen de Spaanse koning duurde formeel tot de vrede in 1648, maar al in 1581 besloten de noordelijke gewesten in de Nederlanden koning Philips II te verlaten met de zogenaamde Akte van Verlatingen. Deze akte was in feite een ontslagbrief voor de koning die in hun ogen een tiran was en na een vruchteloze zoektocht naar een nieuwe koning gingen zij in 1588 uiteindelijk een zelfstandige republiek vormen. Deze republiek werd door enkele landen al snel erkend, maar pas in 1648 gaven ook de Spanjaarden toe dat het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een voldongen feit was. De Republiek kreeg door de gevechtshandelingen al snel aan het begin een groot economisch voordeel in de schoot geworpen. De stad Antwerpen had zich in eerste instantie aan de zijde van de opstand geschaard, maar de Spanjaarden heroverden de stad in 1585. De opstandelingen blokkeerden hierop de Schelde, de belangrijkste waterweg naar Antwerpen. Deze blokkade belemmerde de handelspositie van Antwerpen in hoge mate, met als gevolg dat de schepen die eerst Antwerpen zouden hebben aangedaan, nu doorvoeren naar Amsterdam. Ook voor de in Antwerpen wonende handelaren, waaronder veel protestanten, was deze stad nu geen aantrekkelijke vestigingsplaats meer en zij kozen er in grote getale voor naar bijvoorbeeld Amsterdam te verhuizen. Dit zorgde ervoor dat Amsterdam in de periode hierna lange tijd een centrale positie in kon nemen in de handelseconomie van Europa.